kom net uit Eretz Yisroel, ik ben hier in Londen. Wij zijn uiteraard zeer bezorgd over het lot van onze soldaten en over de hele toestand. Ik heb slapeloze nachten, maar desondanks wil ik jullie een dwars Torah meegeven. Het gaat over Abraham die zijn leven redt door te zeggen dat Sarah niet zijn vrouw is. In de parsha van vorige week werd Sarai geschaakt door de farao. Wat was er gebeurd? Er brak een zware hongersnood uit in Kanaan. Ongaarne moest Abraham naar Egypte vertrekken om te overleven. Ze kwamen bij de grensrivier en bereidden zich voor de oversteek naar Egypte. In de geschiedenis waren er vier bijzonder mooie vrouwen: Sarah, Rachav, Abigail en Esther. Hoewel Abraham vermoedde wat hem te wachten stond, durfde hij de reis naar Egypte met Sarah toch aan. Omdat hij voelde dat de Shechina met Sarah was. Maar omdat hij niet wilde vertrouwen op wonderen, nam hij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. Abraham vreesde dat de Egyptenaren hem zouden doden vanwege Sarai's schoonheid. Abraham vroeg iedereen te vertellen dat hij de broer van Sarai was. Maar voor de zekerheid verborg hij Sarai in een kist en zette haar neer tussen de overige koffers. De grenswachten van farao wilden de inhoud van alle koffers zien. Ze maakten ook Sarai's kist open en daar kwam een hele knappe aartsmoeder uit de kist. Alle voorname mensen uit de buurt werden bij elkaar geroepen om te beoordelen of ze geschikt was voor farao. Farao liet haar halen en Sarai werd naar het paleis gebracht. Iedereen die Sarai had aangebracht bij farao werd rijkelijk beloond. Abraham dabbelde tot Hashem dat hij Sarai zou verlossen. Een engel kwam om haar te beschermen. De koning probeerde Sarai te benaderen en vroeg haar: wie is die man die bij u is? Dat is mijn broer, zei Sarai. We kunnen hem heel rijk maken, zei farao. Abraham ontving schapen, runderen, zilver, edelstenen, knechten en slavinnen. Ook Lot werd rijkelijk bedacht. Maar toen farao zijn hand probeerde uit te strekken naar Sarai, kreeg een harde tik van de malach, van de engel. Elke keer dat hij het weer probeerde, werd hij neergeslagen. Ook de rest van het hof van farao had zwaar te lijden onder deze plaag. Uiteindelijk begreep farao waarom hij Sarai niet kon benaderen. Hij bleef op afstand staan en vroeg Sarai wie die man was die bij haar was. Sarai moest toegeven dat dat niet haar broer was, maar haar man. Farao begreep nu waarom zij door een engel beschermd werd. Noodgedwongen gaf farao zijn verlies toe. Sarah kreeg bij het afscheid geschenken mee van farao. Hij schonk haar ook het land Goshen. In Perek Gof, in hoofdstuk 20 van deze parsha Vayera, trok Abraham verder naar het zuiderland. Hij ging tussen Kadesh en Tsur wonen en woonde in Gerar als vreemdeling. Ook daar zei Abraham van zijn vrouw Sarai dat van zijn vrouw Sarah dat hij haar broer was en zij zijn zus was. De koning van Gerar, Abimelech, begeerde Sarai als vrouw en liet Sarai naar zijn paleis brengen. Maar 's nachts kwam Hashem tot de droom onder Abimelech. God wilde Abimelech doden, omdat hij Sarai tot zich genomen had. Maar Abimelech had nog niet met haar geslapen. God gaat u een onschuldig volk doden. Hij heeft mij zelf gezegd dat ze zijn zus is. En zij heeft mij ook gezegd dat hij haar broer is. Ik heb een zuiver geweten, ik ben onschuldig. L'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. Ook in de buurt van de Filistijnen en hun koning Abimelech waande Avram zich onveilig en liet zich de broer van Sarai noemen. Ook hier werd ontdekt dat ze getrouwd waren en ook Abimelech werd boos op Avram. Kennelijk was dit de enige manier van Avram om te overleven in onze zedelijke omgevingen als Egypte of het land van de Filistijnen. Heeft Avram zich het leven mogen redden door een leugentje voor bestwil? Een echte leugen was het niet, want Sarai was een zeer nabij familielid van Abraham en zeer nabije familieleden noemen elkaar broers en zusters. Maar niettemin verdiende deze actie niet de schoonheidsprijs. Maar was geen andere keus. En als het gaat om levensredding is veel toegestaan. Abraham kende zijn Pappenheimers, de koningen die vrouwen lieten schaken. Vertrouwde Abraham niet op het goede in zijn medemens? Kennelijk had hij zijn tijd genoten. Te goed door. Ze leden aan een verslaving. Hashem heeft twee neigingen in de mens geplant. De goede, hemelse neiging en de aardse, materiële neiging. De goede en de kwade neigingen worden beschreven als een innerlijk spanningsveld binnen de menselijke persoonlijkheid. Het wordt meestal gevormd door de spanning tussen wat de mens wil en wat hij zichzelf toestaat. In feite is er sprake
van een voortdurende interne twist tussen goed en kwaad. Ook al zijn wij ons daarvan niet altijd bewust. Rabotai ook weer rotai, ik wens jullie een Shabbat shalom. Een goedere Shabbat. We shalom al Yisrael. Laten we hopen dat het gauw weer vrede wordt. בכל דעתי נכחזקה לו, פני שבוס נקבלו.